Wel, dat is iets dat mij heel nauw aan het hart ligt. Ik ben verkozen voorzitter voor de Koninklijke Belgische Vereniging Rheumatologie vanaf volgend jaar, gedurende een periode van 2 jaar. En ik houd eraan van erg nauw samen te werken met de patiënt. Ik vind dat wij een partnership hebben, de patiënt en de rheumatoloog en de arts en de verpleegkundige die zich bezighoudt met de patiënt. En de patiënten beseffen vaak niet hoe belangrijk de patiëntenverenigingen zijn. Om terug te komen op COVID. Om de 2 maanden krijgen we nieuwe adviezen, veranderen dingen. Dat verschijnt allemaal op de website van Reumanet. En we werken heel nauw samen met de mensen van Reumanet. En ook al die teksten die daarop komen, die zijn, wanneer dat nodig is, allemaal nagekeken door een aantal reumatologen. Dus dat is één zaak. Tweede zaak is bijvoorbeeld, op dit ogenblik zitten we met een groot probleem van Ruactemra. Dat is een bepaalde behandeling, tocilizumab, die gegeven wordt bij patiënten met reuma, wereldwijd. Nu, deze behandeling wordt ook gegeven voor behandeling van acute coronapatiënten die geen reumatoïde artritis hebben. Dat maakt dat op dit ogenblik de productie niet meer kan volgen. Ze zitten aan 400% wereldwijd van de nood aan Ruactemra in vergelijking met voor de coronacrisis. En dat betekent dat wij waarschijnlijk gedurende 3 tot 6 maanden een stokbreuk gaan krijgen van deze medicatie. We hebben uiteraard vanuit de Belgische Vereniging van Rheumatologen daar hard tegen gereclameerd bij de firma Roche. Bij de overheid hebben we dat kenbaar gemaakt. Ook gevraagd dat er gemakkelijker kan geswitcht worden naar een andere behandeling. Maar we hebben ook de patiëntenvereniging daarin meegenomen. En zij zullen ook op Belgisch niveau, maar vooral ook op Europees niveau, waar ze ook verzameld zitten binnen de EULAR, duidelijk hun stem laten horen en zeggen: kijk jongens, de bestaande patiënten met reumatoïde artritis die geen alternatief hebben voor behandeling van Ruactemra, vergeet die niet. En dat is een ethische discussie of men de coronapatiënt dat gaat geven ten nadele van de bestaande patiënt die zonder medicatie valt. Wanneer de bestaande patiënt zonder medicatie valt, dan kan hij een opstoot krijgen van reumatoïde artritis. En als hij een opstoot heeft, dan is hij meer vatbaar voor infecties en voor corona. Dus u ziet hoe ver dat kan gaan. In een derde punt, patiënten, is natuurlijk educatie. In die zin dat wij het heel fijn vinden dat wij een betrouwbare website hebben, zoals de RA-liga, zoals Reumanet, waarbij we de patiënten kunnen verwijzen en zeggen: kijk, de informatie die u daar vindt over geneesmiddelen, over uw ziekte, ook nieuwe dingen, symposia. Reumanet gaat een symposium in oktober 2021 organiseren, waarbij er een aantal topics besproken worden. Dat wij via deze kanalen de patiënten de correcte informatie kunnen geven. En last but not least, in de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen die duur zijn, worden patiënten tegenwoordig ook betrokken. Er wordt naar hun mening gevraagd, de positionering van welke patiënt gaan we wat geven, wie kan dat beter weten dan de patiënt zelf. En ook daar worden de patiënten zowel op nationaal als op internationaal niveau duidelijk in betrokken.